Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Het is Mario Pina's voor Su-Vandaag. Klik op de link, abonneren en abonneren. Het is maar politiek. De derde dag van de betoging. Durf u niet te praten. Hebt u de intro? Vergeet niet te klikken op abonneren en abonneren. Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond. Dit is Mario Pina van Su TV Vandaag. Vandaag gaan we even een terugblik nemen op het protest van zaterdag. 10 september. We houden verkiezingen. We gaan de koppelwerk daar zetten. We houden een aantal grote bijeenkomsten met bedrijven. De hoofdstoelrichting van het volk, bijvoorbeeld onderwijs, productie, volksgezondheid. Zoals we in het verleden gedaan hebben, de radicale kritische perspectief, enzovoort, orde in groot sector. Het zijn geen dingen die we gedaan hebben in het verleden. Nou, en dan nemen we de zaken allemaal aan. We brengen naar de assemblee stelt haar vragen, sanctioneert. En dan hebben we een roadmap to go. Maar u weet toch, naar aanleiding van de uitspraak van het constitutioneel hof, dat er op dit moment geen verkiezingen kunnen worden gehouden, omdat eigenlijk die hele kiesregeling niet meer werkt. Het is door het constitutioneel hof eigenlijk ongeldig verklaard. Hoe kunt u dan zeggen, gaan verkiezingen houden? Gaat u dan, denkt u? Met de... Uiteraard met de aanbevelingen van Seehof in de hand. Ik ben niet buiten de bekende artikel 9 en artikel 24 werken. Dus je gaat daar aan moeten sleutelen. Denk to God dat artikel 9 in verband met artikel 61 te maken met het districtenstelsel. Dus we zijn in staat om koppen bij elkaar te steken. Zeker VHP, NDP, ABOP. Ik heb het zin in, dat heb je uitgelegd wat we moeten doen. En dan zouden we dan wel verkiezingen kunnen houden, maar wie is in het parlement worden beslist? Moet in het parlement worden beslist. Eerst zo is. Indien deze regering naar huis gaat en NDP aan de macht komt, hoe is de NDP van plan de economie te gaan redden? Voor u een vraag voor mij. We hebben, daar zit het wetenschappelijk bureau op. Met, andere. En natuurlijk, een mooi economisch model aan elkaar draaien is één. Daar hebben we, elke partij waarschijnlijk deskundige voor, de middelen zien te geven om het programma uit te voeren. Dat is een andere ballgame. Ja. Dat zijn geen zaken die zo die orde van dat ik dat maar in de boom kan vertellen. Oké, meneer Rutte komt naar Suriname. Het is maandag. Hoe kijkt hij naar? Meneer Robert, zo'n gezellig gesprek. Als u meneer, als u voor meneer Rutte begint, gaat u daar de avond aan spelen. Maar ik vond dat mijn broed op je kreeg. Waarom? Mijn broed op je kreeg. Waarom? Mijn suiker op je kreeg. Samen meneer Rutte komt het jaar. Oké. Voor olie en gas. Mensen pinaren. De NDP gaat participeren bij de vergadering in het parlement. Hoe kijkt u tegenaan? Waarom de vis gebruikt? Ja, dat bent u aan het vissen. Nee, ik heb gesproken met meneer Parmisse. Ik ben niet in mijn partij wel. Meneer, u hebt met meneer Parmisse gesproken. Is dat niet voldoende? Hoe was zijn team? We moeten niet kijken naar etniciteit. Snap je? En dit bedoel ik.
Hindustan is hij niet mogen. Hij is mijn broer. Laten we vandaag dat een president die het land vertegenwoordigt, kijk hoeveel bevolkingsgroepen hier wonen. En dan kom jij zeggen van, omdat je hun staan bent, dat ze daarom niet willen dat je president bent. Wie heeft jou daar gevoerd? Het zijn de mensen, iedereen. Black and white, hun staan, alles maar petit grabe. Dan kom je vandaag dat zeggen dat jij omdat je hun staan bent, dat je daarom niet willen dat je president bent. Onze ex-president, zijn excellentie, hij is Napa. Indigas, professor, we gaan nu naar die afval. Tweede bos was een crew. De samenleving is in zijn totaliteit op straat gekomen. Ongeacht etniciteit. Rona Zenica, die voor een stabiele economie was er actief in Suriname. Het volk is op straat gekomen in zijn totaliteit. Onze ex-president en ex-vice-president. Het volk is tegen hun op straat gekomen in zijn totaliteit. Ongeacht etniciteit. Nu worden jullie gesakkerd. Baby's sterven alsof het een feestje is. Geld vermist gewoon uit de centrale bank van Suriname. En toch blijft het volk maar letterlijk op zijn sloffen thuis zitten. Alsof het gewoon orde van de dag is. En als er 100 keer gefraudeerd in de afgelopen 2 jaar, zijn er 100 commissies ingesteld. Werken ze gratis of worden ze betaald? Waarom stellen jullie zulke vragen niet aan die huidige gasten die daar zitten? AIB, voor mij is het geen protest. Toch? Ik wil gewoon zien, wie weet wat liefde betekent. Liefde is voor mij het meest belangrijkste in Suriname. En dat is komen weg. En vandaar gaan we beginnen. De liefde moet terug. Oké, en ziet u de liefde hier in de Ik voel het. Met deze, dat wil zeggen, deze mensen die ik nu hier heb, verstaan wat liefde inhouden betekent. Ze verstaan wat het is om een hart op de juiste plek te hebben. Dat is voor mij ook niet belangrijk. Er is er niet staan in Japan, bro. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Moeten we wel van elkaar houden, maar wij wijzen het beleid af. Helemaal niet. Onze beleid wijzen we af. Als Surinamer houden van elkaar. Als een Surinamer is, dan in Rotterdam als Surinamer. Om dit land naar grotere hoogte te brengen. Maar zijn beleid wijzen we af. Laat dat duidelijk zijn. Ik heb geprobeerd die man die liefde te geven, voor mij wil het niet accepteren van dat die drie oproepen. Hartje onafhankelijkheid. Ik hallo. Tjare wakker na hallo. Hij wil niet. Wat moet ik doen? Dan moet ik mijn liefde aan die man blijven. Nooit! Dat wil zeggen, ik had mijn energie blijven opzoeken het werk. Maar pure liefde vergaat niet. Wat zeg je? Oké, dan ga ik het nu vandaag bekend maken. Ik heb pure liefde en ze zijn gezegend. Deze Riedelani. Kom zo. Yeah. Ik heb liefde voor een ieder. Je moet goed luisteren. En laat me niet steeds in herhaling treden. Ik heb liefde. Ga ik mijn rug moeten keren voor jou. Zo simpel is dat. Waarom? Het gaat gaan boeten aan mijn energie. Als je dat niet begrijpt, kan ik jou niet helpen. Wat er nu? Abonneren en abonneren.